gaat niet goed met Veendam en Cambuur Leeuwarden. Twee ploegen die onderaan bivakeren in de kelder dus van de Jupiler League. Veendam is de nummer 15, heeft 12 wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Cambuur de hekkensluiter, 5 wedstrijden op rij, geen winst voor het elftal van Jurie Kolhof. Maar het zou een zeer onderhoudende avond worden tussen deze twee ploegen. Vrije trap geconstateerd door Wiedemeijer, de scheidsrechter bij Veendam tegen Cambuur. En wellicht de eerste mogelijkheid van een wedstrijd die tot nu toe nog op slot zit. Aardige uithaal en de redding van Cambuur-doelman Peter van der Vlag. Knal van Diekens, de captain van Veendam. Ondanks die serie wedstrijden zonder zegen toch behoorlijk wat sfeer in Veendam. Dat de sterkere ploeg is in de eerste helft. Vorige week 5-0 verlies tegen AGOVV. Gal was woedend. De spelers proberen dan een revanche te nemen ten koste van Cambuur-Leeuwarden. Stiekel, de Duitser, kon net de teen er niet tegen krijgen. Maar Veendam is de betere ploeg. Het is eigenlijk wachten op die openingsgoal. Over de linkerkant, teruggelegd. Stiekel. Wat een geweldige knal van de Duitser, Dominik Stiekel. 39e minuut, Veendam verdient op 1-0. Wat een manier om die wedstrijd open te breken. Bijna uit stand geschoten, bal die zo in de kruising ploft. Geen kans voor Peter van der Vlag. Dan wordt het alsmaar gezelliger aan de lange leegte. En die goal van Stiekel is een aanzet tot een heerlijke wedstrijd tussen Veendam en Cambuur. Daar krijgt Veendam de kans op 2-0. Bal van de doellijn gehaald door Hooiboer. Man die moet vertrekken uit Leeuwarden. Datzelfde geldt overigens voor Marinus Dijkhuizen. Hooiboer, opmerkelijk, die heeft nog een contract tot 2009, maar moet dus weg. Volgende aanval van Veendam, dat veel beter is. En dan is het 2-0. Mark Veldmaten in de 62e minuut. Volkomen verdiende voorsprong voor Veendam. Dat voor het eigen publiek toch echt wat wil rechtzetten. Na die 5-0 zepert in Apeldoorn. Maar Cambuur toont veerkracht in het vervolg van de wedstrijd. Seintje glijdt weg. Wordt dan makkelijk uitgespeeld. En de hoekschop is een feit voor Cambuur Leeuwarden. Prima actie aan de linkerkant van Jurik Juliana. Indraaiende hoekschop. Dietwieg komt, maar heeft de bal niet lekker verwerkt. En bij de tweede paal wordt de bal binnengeknikt. Juliana, de man die de hoekschop versierde, zeg maar. Met de aansluitingstreffer voor het elftal van Kolhof. En dat Dietwieg die bal niet lekker wegbokst. Daar laat de Seintje zich toch ook makkelijk aftroeven door Juliana. 2-1, dan is het weer spannend. Zeker als je bedenkt dat Veendam zoveel moeite heeft om een voorsprong vast te houden. Dat is al weken aan de gang. En dat is vanavond in het eigen stadion niet anders. Dijkhuizen raakt de bal helemaal verkeerd. En dan een spectaculaire uithaal van Boua. Ingevallen in de 66e minuut. De man die zo goed in vorm was in de eerste maanden van het seizoen. Mark Boua uit Cameroen. Voordeel Veendam. Goed gefloten door Wiedemeijer. Dat biedt de kans aan Schaken als hij de bal vindt. Die heeft hij gevonden. Dan is de marge weer 2. 82e minuut. Dan lijkt Ruben Schaken deze wedstrijd te beslissen. Maar het zou in die slotfase nog veel en veel gekker worden dan zij nu kunnen vermoeden. 3-1 voor Veendam. Als er een lekkere Hollandse bui losbarst boven de lange leegte. Wind, regen, dat lijkt allemaal in het voordeel van Veendam. Maar Cambuur richt zich nog eens een keer op. En kort na de 3-1 is het 3-2. Weer een goal van Jurik Juliana. Makkelijk langs Dietwie geschoten. Cambuur terug in de wedstrijd. En dan is het pompen in de slotfase. De bal richting het strafschopgebied van Veendam. Veendam dat de bal maar niet wegkrijgt. De uithaal, Dietebi gepasseerd en de rebound. Omdat Mabua het best oplet, kan hij voor de 3-3 zorgen. Geschutter in de Veendamse defensie. En bovendien reageren ze dan eigenlijk helemaal niet. Staan wat te kijken naar de assistent grensrechter, maar die hield de vlag omlaag. 3-3. En dan toch weer Veendam, inmiddels de blessuretijd. Actie van Schaken, de uithaal van Schaken. Het is een mooie 4-3. Had hij de winst dan toch nog binnen voor Veendam. Achter elkaar vallen ze binnen aan beide kanten. Ja, hij durft nog niet te juichen, omdat hij weet dat zijn defensie zo kwetsbaar is. En dat blijkt hier nog maar eens als Dietrich de bal loslaat. En in de allerlaatste secondes van de blessuretijd Dijkhuizen Cambuur toch nog een punt bezorgd. Slap optreden van de doelman van Veendam. Dan is het binnentikken eigenlijk heel makkelijk.
4-4, een heerlijke avond. Maar beide ploegen schieten er met die puntendeling helemaal niets op.